luister. Gio. Wat? Oh, kijk, kijk, kijk. Let op, let op. We hebben net de lift gepakt. En kijk, ze. Wow, yo. Zo. Het is een broodje met friet. Het is geen aanzoek. Dat niet. Jongens en meiden, en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Goedemorgen, Lin. Kijk eens aan. Wat lekker. Een ontbijtje op de kamer, jongens. Check eens even hoe we wakker zijn geworden met hier croissantjes. Lekker Frans. Fruit hebben we hier zo. Is dit ananas? Denk het wel, hè? Jij hebt het besteld gisteren. Ja, gewoon fruit. Ja, fruit. We hebben hier zo cappuccino en we zijn dus net wakker geworden hier. Is dit een cappuccino? Ja, ja, dit is cappuccino. Oh, lekker. Zeker. We zijn net wakker geworden hier zo in Parijs, jongens en meiden. En ze hebben net ons ontbijtje hier, ik wil niet zeggen op bed gebracht, maar gewoon in de kamer gebracht. Room service. En kijk eens inderdaad nogmaals hoe lekker het er allemaal uitziet. Ja. En het ontbijt ook trouwens. Ziet er ook lekker uit. Nee, maar wat top dit. Kijk, ook een lekkere Suderans. Hoppa. Thee volgens mij zelfs zit hierin, denk ik. Ja, het is warm. Oh, dus we hebben echt van alles wat we kunnen nemen. Nou, lekker. Eet smakelijk. Als ik hier naar buiten loop, jongens. Het is blauwe lucht vandaag gewoon. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht namelijk dat het echt super bewolkt zou zijn. Ik weet niet of we een zonnetje gaan krijgen vandaag. Maar het is op zich nog redelijk vroeg in de ochtend. Kijk eens. Daar staat hij hoor. De Eiffeltoren. Super mooi. Nu is hij niet verlicht natuurlijk, maar kijk eens even wat een plaatje zo hier in Parijs. Het is echt een perfecte kamer om hier te zitten bij de Eiffeltoren, als je tenminste het uitzicht daarop wil. Maar ik heb honger, dus ik ga maar eens even stoppen met lullen en even lekker eten en mijn cappuccino'tje drinken, want dan kunnen we rustig de dag beginnen. Want dit ziet er goed uit. Lekker. Mevrouwtje in de watjas. Mevrouwtje in de watjas. Kom maar. En? Oh joh. Het daglicht is hier minder. Ja? Ja, mag ik even hier? Vind je hem lelijker in het daglicht? Ja, ik heb geen lens in. Ja. Ja. Dan zie je waarschijnlijk gewoon een paal. Ik zie het thuis niet. God, deze mevrouw heeft min 6. Nee. Wat heb je dan? Min 3. Min 3. Ja, nee, dan zie je inderdaad niks. Nee, dan moet je even je lens in doen. Nou, we hebben het ontbijtje op. Lekker. Het was prima. We hebben alleen een paar dingen laten staan. Dit, want het was een beetje droog brood. Maar vind je hem mooi? Ja, ik vind het mooi, maar de details moet ik dadelijk nog beoordelen. Oké. We gaan de gordijnen open doen. Oh nee, sorry. Oh. Ik film helemaal verkeerd. Oh, kan je niet filmen? Waarom krijg je ze niet open? Nee, dat kan niet aan die kant. Dan zit een splitje. Kijk. Oh. Ah. Ja. Kijk. Ja, we hebben natuurlijk ook uitgezocht de andere kant. Lin heeft ondertussen de lens in, dus ik hoop dat ze nu wel wat kan zien. Ja, ik zie het. Hoeveel vingers steek ik op? 5. God. Ja, kijk, dit is dus de andere kant. De zon is hier lekker aan het doorkomen. Dus dit is ook wel mooi. Ja, je kijkt echt recht naar binnen bij al die mensen bij die appartementen daar. Ja, gisteren toen het donker was het wel erger. Wat heb je gezien dan? Nou, dus als je gewoon daar mensen zitten aan de tafel. Oh, alleen zitten? Alleen zitten. Oh, oké. Okay. Ja, niks aan de hand dus. Nou ja, het is wel ook een lekker plekje zo. Maar ik vind de andere kant wel echt een stuk mooier. Wij gaan de deur uit. Ik heb lekker een jas aangedaan. Kijk eens, we zien het hier in de spiegel. Je hebt ook lekker een jas en een sjaal omgedaan. Past de sjaal bij mijn auto? Ja, past er geweldig bij. We gaan de lift in en nou, het eerste waar we uiteraard gelijk naartoe gaan is de Eiffeltoren. Die ligt op loopafstand. We kunnen zo wat koprollen er naartoe. Lijkt me wel heel... Ben je serieus zo iemand? Wat? Die allebei de liftknopjes indrukt. Deze stond ook ingedrukt. Ja, waar dan? Dan blokkeer je de liften voor andere mensen mee, hè? Nou hè? Ik wil naar buiten. Ja, oké. Okay. Nee, we gaan lekker naar de... Sorry, ik ben gelijk mijn verhaal kwijt. We gaan naar de Eiffeltoren toe, dat is wat ik wilde zeggen. Zin in? Ja. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Nou, je hebt er al heel veel gezien. Ja, oké, natuurlijk. Maar van dichtbij. Ja, echt dichtbij, maar ja. Maar ziet het er ook anders uit, denk ik, want dan zie je het geheel niet meer. Klopt. Kijk, zo komen de lobby. Mooi man, echt al die kerstversieringen. Check als je gelijk het hotel uitloopt. Oh, wat een plaatje. Hij is hoog, hè. Hij is hoog. Nou, we gaan gewoon lekker die kant op lopen. We zijn er zo. We lopen er echt recht onder nu. Kijk eens. En, kan je hem goed zien? Nu wel. Zitten de lenzen goed? Ja. Ja? Ja. Oké, dat is fijn. Nog steeds lelijker in het echt? Of in het daglicht? Nee, niet lelijker, maar echt heel anders. Zeg, ja, nu zie je echt dat het staal is en
gisteravond kon ik alleen maar denken aan de glitter. Ja. Nou, die hebben we nog steeds niet gezien, jongens. Dus ik hoop dat we die vandaag wel gaan zien. Maar dat is dus echt elk vol uur en dan doet hij het 10 minuten lang, heb ik eventjes opgezocht. Dan staat hij dus gewoon vol te glitteren. Maar inderdaad, nu niet. Het is echt pas vanavond. Wij zijn dus lekker een beetje aan het rondlopen, een beetje aan het verkennen. Kijk, ik ben hier natuurlijk al een paar keer in Parijs geweest. Best wel vaak eigenlijk. Dus ik ben de tourguide. Ja, dit tripje. Ik moet Lynn een beetje de dingen laten zien. Dus ik heb ook de navigatie en we gaan lopen richting de Champs-Élysées. Maar ook dit straatje is best wel weer mooi. Want precies hier tussen zie je zo de toren er bovenuit komen. We gaan dus echt lekker lopend overal heen. Kijk eens even daar ook hier. Het is overal gewoon mooi. Hier hebben we de Seine. Dan zie je weer mooi uiteraard de Eiffeltoren. Die komt bijna overal bovenuit. Zo, je moet je niet invallen hoor. Wild water dit. Gekke stroming denk ik. Lekker te voet. Lekker lopend. Lekker lopen. Yeah. Ik zat dus trouwens op te zoeken waarom Parijs nou eigenlijk de stad van de liefde genoemd wordt. Want ik dacht, ja, waarom is dat nou zo? Maar er staat gewoon letterlijk omdat heel veel stelletjes hier naartoe gaan. Yeah. En omdat de stad er gewoon wel overal heel romantisch uitziet. En er worden heel veel huwelijksaanzoeken hier in Parijs gedaan. Nou, dat klopt wel inderdaad. Bereid je voor. En nee, grafje. Nee, maar kijk, ja, het is natuurlijk wel echt zo dat alles er heel romantisch uitziet. Alle huizen en zo. Het heeft gewoon echt zo'n romantisch sfeertje. Maar dat is letterlijk waarom het dus zo genoemd wordt. Of waarom het daarom bekend staat. Ik dacht, er zit een hele speciale reden achter iets met geschiedenis, maar... Nee. Dat is het niet. Nee. Wow, yo, kijk eens wat we hier tegenkomen. Dit is niet verkeerd. Zo. Oh, oh. Wat een ding, hè. Kijk eens even. Ik heb echt niks met Louis Vuitton, maar dit is wel heel dik. Kijk het gebouw, hè. Op de Champs-Élysées, hoe die eruit ziet. Echt een hele doos zo. Gaaf. Kijk ze daar hangen. Dit is dus hoe ze al die dingen opplakken, hè. Gewoon dat dubbelzijdig tape-achtige spul. Nee, ze hebben gewoon kit. Echt? Ze hebben gewoon kit, ja. Kijk wat een gebouw het ook is. Kijk, al die... zie je? Wat gek. Al die Louis-logo's. Oh, ik denk dat dit dus de nieuwe Louis Vuitton winkel wordt hier op de Champs-Élysées. Terwijl je heel gaaf gemaakt. Maar, die moeten ze dus allemaal ophangen daar. Ja, ja, ik heb Lynn naar de Arc de Triomphe gebracht. Nou, en? Wat vind je ervan? Ja, leuk, maar... ja. Dan was het even een fotootje en we gaan weer door. Ja. Hop. Kijk, foto maken. Ja, en dat was het. Nou, leuk. Is wel echt lekker makkelijk gewoon met jou. Gewoon even lekker lopen, voorbij lopen, checken. Foto. Top. En weer door. Ja. Wij zijn even in een taxietje gestapt, omdat we even lekker wat naar een plekje toe gaan. Waar... Ja, jij hebt het uitgezonden. Uitgezocht. Lekker Nederlands. Nou ja, kijk, ik wil de schuld. Het is inderdaad, ik wil hem alvast verdedigen, niet gezocht. En ja, er zit weer friet in, maar het is een TikTok-trend. Ja. Dus die moeten we uitproberen. En ze hebben daar een entrecot. Een baguette met entrecot en baguette. Een baguette met entrecot en friet erin. Ja. Het is echt iets heel bekends. Dus... Jij hebt het gezien op TikTok inderdaad. Ja, en ze zijn ook heel bekend op Insta. Echt waar? Ja. Oké, nou, ik hoop niet dat het te druk is, maar je krijgt inderdaad, nou, ik zal het straks laten zien, een broodje met een soort van entrecot erop of zo. Ja, echt entrecot. Ja. Ja. Maar ik moet goed zeggen, een baguette, hè. We moeten wel in de Franse stijl blijven natuurlijk. Maar het was te ver lopen, het was een uur lopen van mijn vier, dus dat was even niet te doen. Ja, we zijn al 40 minuten bezig. Ja, dus dat was niet handig. Nee. Dit is waar we zitten, jongens. Kijk eens aan het tafeltje hier gaan we zitten. En hoe cute. Dit is een rode wijn, inderdaad. Maar we krijgen straks het broodje. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Dit is onze rode wijn. Het is niet fancy of zo, maar je krijgt gewoon lekker in een bekertje. Nou, dikke prima toch? Ja, ik vind het goed. Moment van de waarheid. De broodjes liggen op tafel. Hoe ziet het eruit? Waar is de hype om? Ik zie... Wow, zo. Het is een broodje met friet inderdaad. En kijk, er zit gewoon een entrecot helemaal op. Wow. Ja, hé. Toch Frans? Franse frietjes. Hé, ja. Baguette. Baguette. Oh, die van mij ziet er ook lekker uit, hoor, jongens. Kan je het vast laten? Kijk, het is gewoon echt een broodje met friet en een entrecot erop. Wow. Kijk dan. Ja, dit is wel goed, hoor. Taste test. En? Lekker? Ja, man. Ja. Goed? Goeie. Het broodje was echt heerlijk. Ik kan het iedereen aanraden om dat broodje te nemen. Ja, niet normaal. Niet normaal. Maar hé, we staan hier voor iets groots. Kijk eens, wat is dit? Weet je de naam hiervan? Nee. De Notre Dame. Ik vraag me, is het hier? Zeg je nee? Ja, dat is het wel. Kijk. Wow. Ja, deze is een paar jaar geleden is natuurlijk helemaal afgebrand. Vandaar dat hij ook in de steiger staat. Maar dit is natuurlijk een hele bekende plek. Kijk inderdaad hoe dat eruit zag met puin. Dit is het dak, hoe het eruit zag. Kijk eens. Wow, joh, het is echt goed afgebrand toen de tijd. Dit is zeg maar het plaatje hoe het eruit zag. Kijk eens even die gekke brand. Dat was dus gewoon hier.
Oh, een paar jaar geleden alweer. Elke keer wanneer ik een foto probeer te maken van Lynn, heb ik dit. Ik heb echt 80 foto's van jou, denk ik. Dit. Ik wil gewoon fotootjes maken, ik krijg altijd dit. Nou, we zijn eventjes weer hier neergedaald. Kijk eens. Zoetjes. Bij de Notre Dame daar in de verte. Even snel een warme chocomel en een cappuccino. Cute. Wij zijn weer terug in de hotelkamer, jongens. En het gaat zo snel, jongens. Het wordt natuurlijk alweer donker. En kijk eens aan. We zijn hier eventjes in de hotelkamer. En als ik naar buiten ga, dan zijn inderdaad... Het is nog licht buiten. Het is nog licht. Kijk, er is daar achter een voetbalveld ook. Hadden we vanochtend ook gezien, maar ze hebben nu de lampen aanstaan. Maar als we het over lampen hebben, kijk eens wat er aan is. Deze lampen zijn nu echt aan. En we hebben dus vanmiddag, of vanavond, om 7:15... een tour dat we naar boven gaan bij de Eiffeltoren. Oftewel, we gaan echt de Eiffeltoren op. We wilden het eigenlijk al vanmiddag doen, maar alle plekken waren vol. Dus we hadden daar geen tijd voor en het kon niet. Dus we hebben het sowieso vandaag gepland. We wilden echt de Eiffeltoren op. En dat gaat dus straks gebeuren. En misschien ook juist wel mooi als het 's avonds is. Dat je echt gewoon natuurlijk alle lichtjes van de stad ziet. En dat je echt een hele mooie uitzicht hebt. Ook juist misschien wel leuk dat we straks op de Eiffeltoren staan als die schittert. Misschien, hè? Weet ik niet. Kunnen we zien. 7:15, dan hebben we dus daar de excursie, om het zo maar te noemen. En dat gaat wel echt heel erg mooi worden, denk ik. Wajo, wajo. Check wat hier net gebeurt. Ik sta echt net op het balkon. Kijk wat er gebeurt. Oh, kijk. Kijk. Door de achtervolg. Door de politie. De politie is niet snel genoeg. Kijk dan. Kijk ze rennen. Oh. Gaat hij hem nu nog pakken? Hou het ingesloten. Kijk. Nee, hij geeft het op. Ik moest het even filmen met mijn telefoon, want anders was ik niet snel genoeg. Maar ja, je hebt natuurlijk heel veel van die gasten die allemaal van die dingetjes verkopen. Kijk, ze lopen hier nog. Die lopen daar nog. Die verkopen die dingen. Die twee. De politie. Ze komen nu wel terug. De politie zat ze echt op de hielen. Dus het is natuurlijk super illegaal. Maar ze staan overal. Overal verkopen ze van die dingetjes en kleine Eiffeltorentjes. Weet ik veel, souveniertjes. Echt van alles, maar... Oh, kijk, ze komen toch gewoon weer terug. Zie je? Kijk. Ze durven wel. Ze lopen hier gewoon weer. Er wordt ook door echt iedereen hier wel gewaarschuwd van let op je spullen. Kijk uit met je camera, kijk uit met je telefoon. Zakkenrollers zijn hier echt zwaar actief natuurlijk. Parijs staat ook wel een beetje bekend om de oplichte stad van Parijs natuurlijk. Balletje, dat soort dingen. Dat heb je hier heel veel. En vooral bij de Eiffeltoren, dat is echt precies waar wij nu zitten. Help! Wat is er? Help! Wat is er? Gio! Lynn, wat is er? Gio! Lynn! Wat is er? Nee. Oké, heb je al een restaurant gevonden? Nee, ik heb zulke stress. Waarom? Het lukt niet. Wordt Uber iets. McDonald's. Nee, we gaan wel iets leuks vinden. Ja, jongens, we hebben een beetje stress. Want zeg maar, er zijn allemaal restaurants hier. En dan is de carpaccio, wat voorgerecht, hoeveel euro? 41 euro. Ja, dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Carpaccio kan je net zo goed voor 15,50 euro eten. Of weet ik voor hoeveel. En is die vaak nog net zo lekker. Een wagyu, zaten we net te kijken, kost 450 euro bij een restaurant. Nou, jongens, dat slaat helemaal nergens op. Dat is echt onzin. Dus het wordt waarschijnlijk toch Uber Eats, denk ik. Ja, ik ben aan het zoeken. Het wordt geen Uber Eats. Nee, we moeten wel iets leuks vinden in Parijs. We gaan eerst naar de Eiffeltoren inderdaad. Dat straks. Dat is om 7:15, zoals ik net al zei. En daarna moeten we dus eten. Maar ook elk restaurant gaat hier pas open om 7:00. Dus in principe eten hier ook echt laat. Oké, als je naar beneden gaat, waar klik je op? Welke? Nee! Nee, alleen op de onderste moet je klikken. Drerrietje. Kijk, nu is deze. Kijk, nu gaan de twee liften open. Oh. Hier. Erg ben jij. Daar gaan we, jongens. We lopen beneden. En zin in? Ja, dan wel. Ja? Maar het is wel echt hoog, hè? Ja, het is heel hoog. Wat is eigenlijk de hoogte van de Eiffeltoren? Dat zou ik eerlijk gezegd niet weten. Ik weet alleen dat hij in 1887 dus hier is neergezet. En voor die tijd kan je je wel indenken dat het natuurlijk echt een reusachtige toren was. Dat sowieso wel. Kijk. De lamp stond ook net weer aan. Je ziet hem gaan. Daar gaat hij. Oké, we moeten in ieder geval die kant op om onze tickets te halen. Ja, ik zeg je eerlijk, hij ziet er wel echt gaver uit in het donker. Dus daarom, ik ben wel blij dat we er nu op gaan en niet vanmiddag. Ja. Dit is wel gewoon mooier. Ja. Vind ik zelf ook. Meer sfeer. Ja, toch? Dat zeker. Ja. We moeten even wachten. We zijn namelijk iets te vroeg. Hé, dat komt niet vaak voor bij ons. Maar kijk, er zit een katje hier zo.
Hé, hey, wat schattig. Hallo. Maar jij bent echt ziek allergisch voor... Voor zo'n katten ben ik echt heel voor mijn katten niet, maar huis- en keukenkatten. Ja. Ben je zwaar allergisch voor. Ja. Hé, hey, poesie. Dus eigenlijk moet hij weg hier. Kijk, we zitten. Hij zit hier gewoon lekker. Nou, dus we gaan even snel een cappuccino'tje drinken, denk ik. En daarna kunnen we naar boven, als het goed is. We zijn gewoon te vroeg. Wow. Ja, en jij altijd zei, kom, moet ik gaan. Ja, ik dacht maar... Dat ben ik niet van jou gewend. Vind ik echt goed. Ja, dankjewel. Goed, hè? Er stond namelijk dat je echt niet te laat moest komen. Dus ik dacht, nou, dan moeten we wel echt op tijd komen. Eén dikke bier en een dikke cola. Bijna even groot in mijn hoofd. Ja, zo, dat is wel heel groot. Wat? Niks, je hoorde hem niet. Even dik als je mij. Wat? Wat zei je nou? Niks, ik zei niks. Ik vind jou super lief. Kusje. Nou, nee. Schatje. Je bent zo schattig soms. Oké, ik ga wat bier drinken, jongens. We moeten opschieten. €27 voor een biertje en een cola. Huh? Dat is echt niet normaal. Je maakt erop. Nee, ik zweer het. Dat is echt heb niet normaal. Heb je überhaupt op het bonnetje? Ja, ik heb gezien. Het stond er. Nou, oké. Okay. Dat is bijna net zo duur als dat we omhoog gaan nu bij de Eiffeltoren. €27. Ja. Kijk eens aan, we staan hier beneden. We gaan eindelijk naar boven, jongens. Kijk eens aan. We zijn binnen door de security heen. Het is echt goed beveiligd. En dan gaan we straks omhoog. Kijk hoe raar dit eruit is als je er onderdoor loopt. Zo ziet de toren er dus van onderuit. Ja, dat is een gek plaatje. Kijk eens even. Nou, we moeten onze tourguide volgen. We hebben namelijk een tour. Dus we lopen achter iemand aan, maar dit is wel even gek. We staan in de lift, jongens. Het is aardig druk hier achter me, zoals je kan zien. Aan de buiten gewoon niet hebben. Dit is de deur. Straks gaan we het zien. Let op, we hebben net de lift gepakt en kijk eens even waar we uitkomen, jongens. Uiteindelijk kom je inderdaad op de Eiffeltoren, waar anders? De lift gaat niet ergens anders heen, zeg maar. Ja, kijk eens even naar het uitzicht. Dit is dus, je ziet ook dat licht wat hier van boven van de Eiffeltoren afkomt. Daar komt hij van af. Maar wat een plaatje, hé. Weet je wat de gekke is? We hebben dus een tourguide genomen net en die vertelde dus dat eigenlijk Barcelona de Eiffeltoren zou krijgen. Chicago in Amerika zou hem krijgen, maar die hebben hem dus allemaal afgewezen toen de tijd. Welke stad nog meer? Londen waren ze begonnen met bouwen, maar ze hadden niet genoeg staal. Zoiets. En uiteindelijk is hij dus in Parijs beland. Ja. Dat wist ik echt niet. Nee, ik wist ook niet. Nee, dus zo leer je nog wat. Normaal ben ik altijd niet zo van de tourguide, natuurlijk altijd lekker zelf een beetje een rondje doen en kijken en dingen leren. Maar dit is best wel een interessant feitje. Eigenlijk had dus de Eiffeltoren ook in Barcelona kunnen staan. Ja, ik echt... in Chicago. Ja, klopt. Ja. Zo, wow, wat een licht trouwens hier, jongens. Kijk eens even, nou ja, als je gewoon rondloopt, is dit dus een beetje alles wat je ziet. Het is gewoon heel mooi het uitzicht van de stad. En je hoort allerlei sirenes daar beneden. Het is wel gek om zeg maar hier gewoon op te staan, op de Eiffeltoren. Voor de mensen die nog nooit op de Eiffeltoren geweest zijn, dit is dus inderdaad hoe het eruit ziet als je hier op staat. En je kan dus ook nog hier helemaal naar boven als je zou willen. Echt een prachtige plek om zo op deze stalen constructie hier te staan. Kijk eens achter me, jongens. Oh. Kijk eens even. Hey. Oh. Het blijft ook echt een apart, magisch gebouw dit, hè. Gek. Ons hotel, jongens, kijk. Dit is het voetbalveld wat je ziet. Ons hotel ligt dus daar. Dit gebouw hier, dat is ons hotel. Herken je hem? Ja. Ja? Ja, echt een perfecte plek. Zitten we daar dus mee. Nou, nu kijken we zeg maar vanaf de andere kant. Kan je onze hotelkamer zien, als je goed kijkt. Wij zijn het volgende platform op. En hier is het dicht. En nog hoger. Dit is het allerhoogste puntje. Kijk eens even. En je kan dus, ja hier, als ik Lin achterna loop, kan je dus nog verder... Omhoog blijkbaar. Kijk eens even, dit is echt het mooiste puntje, dus echt heel hoog. Kijk, hier zie je nog beter dat licht. Hier, nu zitten we echt op die top waar gewoon die lampen vandaan komen dus. Ziek hoor. Echt heel ziek. Oh, je mag niet je handen er doorheen doen, staat hier. Dat is precies wat ik deed net. Zo, kijk eens. Wat een uitzicht. Geloof het of niet, maar kijk dan, zelfs op het topje van de Eiffeltoren hebben ze gewoon toiletten. Het is gewoon... Overal aangedacht blijkbaar. Handig. Check dan, hier zie je goed die lamp. Dit is precies waar die uitkomt. Kijk hoe ver dat ding gaat. Oh, dat is hem. Nou, het is voornamelijk natuurlijk gewoon uitzicht kijken. We hebben het wel gezien, denk ik, toch? Ja. Kijk, dit is dus hoe de lift weer naar beneden gaat. Gaat ook best wel snel. Het is een lift die 1,5 minuut duurt. Maar check heel die stalen constructie ook hier. Voelde jij dat ook weer horen? Ja, wel een beetje inderdaad, hè? Dat voel je wel. Zo, het is wel echt een mooi plaatje dit. Kijk, zo'n klein liftje zo. Moet niet claustrofobisch zijn als je hierin zit. Kijk
Dan komen we bij het andere platform. En in plaats van met de lift gaan wij dus helemaal met de trap nu naar beneden. Het bovenstukje kan je niet doen, maar kijk hoe dit eruit ziet. En blijkbaar, met die liften waar we dus net ingestaan hebben, dus de allereerste lift, is er ooit een olifant mee naar boven gegaan, net na de Tweede Wereldoorlog, rond 1908. Of de trap, toch? Nee, hij is met de lift naar boven gegaan. Met de lift? Ja, want hij wilde niet meer verder, toch? Dat is iemand aan het vertellen, dat hij niet verder kwam dan het eerste platform. Ja, klopt. Hij is tot dit platform gegaan, omdat in 1948 was de Eiffeltoren... Zit... Nee, dat lijkt zomaar. Oké, dat is nep. Het lijkt net alsof er iemand zit. In 1948 is de Eiffeltoren, heeft hij natuurlijk de Tweede Wereldoorlog overleefd. Maar heel veel mensen waren bang dat hij niet meer veilig was en dat hij op instorten stond, zeg maar. Dus toen hebben ze een olifant in de lift gezet om te laten zien aan de mensen en aan kleine kinderen van kijk, de Eiffeltoren is nog veilig, je kan nog naar boven. Dat is dus ook een verhaal wat de gids ons net vertelde en dat is een echt gebeurd verhaal. Je kan er zelfs nog foto's van opzoeken. Maar inderdaad, wat Lin zei, hij durfde dus niet hoger dan het eerste platform. En toen hebben ze hem volgens mij weer met de trap, dat weet ik niet zeker, naar beneden laten gaan. Maar ik weet niet of dat deze trap is. Of hier een olifant in past. Je vraagt je misschien trouwens af, wat heeft die olifant dan met veiligheid te maken? Nou, als een olifant zelfs in de lift kan, dus als hij dat gewicht zelfs houdt en als de toren dat zelfs allemaal aan kan hier, dan kunnen mensen dus ook gewoon naar boven. Poepje. Ja. Nee, niet doen. Nee, kan je niet staan? Oh, jij durft echt. Staat hier. Nee, het is geen aanzoek, dat niet. Omdat ik niet veel, maar ik had een dingetje gemaakt. Nee, dat is echt kijk. Niet normaal voor jou. Dat was de eerste keer in Parijs. Toch heb je. Ah, wat lief, schatje. Wat cute, heb je die hier gehad? Nee. Heb je die uit Nederland alweer? Ja. Dat je toch iets bij je hebt wat je zeg maar altijd van mij draagt. Ah, wat lief. Kijk. Heel lief. Ik hoop dat die past. Ja. Het is ook een Frans merk, Monchieu. Ik heb echt hele kleine vingers. Oké. Okay. Zeg maar, ik heb 20.000 ringen. Ja, perfect. Wow, hij is echt mooi. Heel blij mee. Het is geen aanzetpauze, niet dat je dat doet. Nee, Gio. Het is geen aanzetpauze. Ah, ik liep wel de hele dag mee in mijn hoofd, jongens. Ik vind het wel altijd raar om dit soort dingen aan te filmen ofzo. Is dat wat ik bedoel? Maar ook misschien voor onze herinnering. Ja, leuk om terug te kijken. En ik wil dat echt op de Eiffeltoren doen. Daarom wilde jij zo graag naar die tour. En ik was net nog helemaal... Ja, ik was echt fucking bang. Ik wilde echt niet naar boven toe. Ik liep te stress. Ik wilde net eerst op dat eerste platform doen. Maar Lin was net echt een beetje... Nou ja, ik beetje, was echt in paniek. Beetje bang. Dus ik dacht niet het juiste moment. Maar nu... Yeah. Nou, heb je toch een ringetje van mij altijd bij. Ja, en hij is echt oprecht. Als je zo kijkt, gewoon kijken? Echt de mooiste die ertussen zit. Het is deze inderdaad. Met drie hartjes. Echt heel mooi. Stap van de liefde, hè? Ja, en een hartje voor de liefde. Drie hartjes. Mm. Een lafje koekje. Wij stonden dus net in de lift naar boven. En Lin zegt zo... Oh, ik haat jou. Oh, ik vind het verschrikkelijk. Staat er precies op dat moment een Nederlands koppel naast ons. Die dachten volgens mij echt dat we ruzie hadden, of niet? Nee. Nee, niet? Nee. Oh. Het klonk echt heel... Je hoorde gewoon dat ik echt een paniek. Ja, oké, dat was het wel meer inderdaad. Ja, Lin is een beetje bang voor kleine ruimtes inderdaad. Snap ik wel. En ja, dit was een beetje heel erg. Ja, echt een beetje echt heel erg. Ja. En dit was echt een heel klein kutliftje. Ik zei het net ook nog van... Ja, je zou maar... we waren op de tweede etage en toen zei ik van ik wil niet meer. En toen zei Gio, jawel, we moeten naar de top. Ja, ik dacht als ze er zijn we er toch. En je hebt mij... Ja. Maar ja. Nou, nu, daarom pakken we lekker de trap nu. We zijn er bijna. Kijk, dit is dus ook de plek waar de lift omhoog gaat, zie je? Deze hele constructie. Het blijft raar hoe ze dit gewoon in 1889 was het, gebouwd hebben. Of toen is die hier, was die klaar, zeg maar. Oh, joh. Even spanningsplasje, jongens. Wel lekker smerig hier. Ik was zo zenuwachtig om dit te doen. Nou, jongens, we gaan weg vanaf de Eiffeltoren. Superleuke ervaring. Ik vond het super mooi. Kunnen we toch zeggen dat we erop zijn ja. geweest? Ja, zeker.
Ik vond het ook echt leuk, behalve de lift. Ja, dat snap ik. Maar we gaan nu een Ubertje boeken naar het restaurant. Dan gaan we even lekker eten. Restaurantje zijn we beland. Mijn jas een beetje open. Kijk dit. La Riverie heet het restaurant. Ziet er wel gaaf uit zo. Dit is dus het restaurant. Toen Lin op bed lag net. Toen ze aan het zoeken was. Wat ze uitgezocht heeft. Ja, maar jij hebt meegeholpen. Ja, ja. Jij vond het leuk. We vonden dit mooi. Dit. Toen we dit zagen, dachten we ja, man. Ja, dit valt een beetje tegen. Ja, cocktails, dus. En op zich best een leuk sfeertje hier binnen, moet ik zeggen. Bonsoir. Lekker avondeten om 9:30. Ik vind het geweldig. Een pornstar martini. Op ons. Op de mooie ring. Ja, op de mooie ring. Kijk, oh, dat is je andere hand. Ja. Proost op Lin! 3, 2, 1, oh. Woe. Woe. Lekker jongens! Lekker! Lekker avondje gehad. Ze was super gezellig. Heel leuk restaurantje. Volgens mij had ik de naam al laten zien net. Ik kan het aanraden. De burgers waren lekker. De pornstars waren lekker. Want dat verschilt echt op veel plekken. Hè. Of de pornstar Martine lekker is of niet. Maar bij dit plekje waren ze heel erg mooi. En wij komen thuis. En kijk eens aan. Of thuis. Het is geen thuis. Wow. Hey, dit is weer een ander beeld trouwens. Ja, ik heb ook heel vaak de Eiffeltoren gefilmd vandaag. Maar hij staat in de mist. In de wolken daarboven. De lampen zijn ook uit. Dat betekent dat het dus na 11:45 is. Want 11:45 gaan ze dus uit. Muziekje aan. Tijd om de tanden te poetsen. Lekker de tandjes poetsen. Kijk, dit is wat Lin dus altijd doet. Lekker. Lekker een rommeltje in de badkamer. Heerlijk. Dit is trouwens echt voor de schijn. We hebben echt overal gezocht voor een knop om dit omhoog te krijgen. Dit gordijn. Maar volgens mij is het gewoon niet eens mogelijk om deze omhoog te krijgen. Dus dit is gewoon nergens iets waarmee je dit open krijgt. Niet dat het per se nodig is, maar ik snap niet waarom ze er dan niet gewoon een dichte muur van gemaakt hebben eigenlijk. Jongens en meiden, dit was de vlog ook voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En het was in ieder geval een hele leuke dag. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Ook super mooi om de Eiffeltoren te zien en van alles en nog wat. Maar morgen om 6:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. Dus ik hoop jullie allemaal weer te zien. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen om 6:30 bij een nieuwe vlog. En dan zeg ik nu later.